welkom bij Songwriting 101. Ik ben Valerie en ik ga jullie een klein beetje informatie geven over songwriting. En vandaag, specifiek vandaag, gaan wij het hebben over de geschiedenis en de verschillende stijlen. En daarbij gaan wij ons uiteraard beperken tot 100 jaar, want als we daar de volledige geschiedenis van zouden moeten nemen, dan zijn we volgend jaar nog bezig. Of het jaar daarop nog bezig. En nog bezig. Er komt gewoon geen einde aan. Dus de laatste 100 jaar. Van 1920 tot 2020. Wat gaan we naar kijken? Wat gaan we nu juist bekijken? Dat is de verschillende stijlen doorheen de jaren. De overgangen van de verschillende stijlen. En de invloeden die de verschillende stijlen doorheen de geschiedenis op elkaar gehad hebben. Dan zullen we maar direct met de deur in huis vallen. The Roaring Twenties. Denk aan de jaren 20. Dan denken we aan The Great Gatsby en speciale auto's en rare dansjes en al dat soort zaken. En dat zien we ook een klein beetje terugkomen in de verschillende genres. Wat zijn nu de main genres van de 20s? Dat zijn 1. Blues, 2. Jazz. Dan heb je ook nog danceband, dus al die verschillende rare dansjes. De foxtrot, de lindy hop, de tango, de charleston, it was the bee's knees. En dan heb je ook nog ragtime music. Nu ga ik even inzoomen op blues, want blues is eigenlijk iets dat er al lang is. Dus dat was er ook al voor 1920, maar doordat muziek eigenlijk populairder werd en dat er meer opgetreden werd, dat er meer infrastructuur begon te komen voor live music en bands om te gaan spelen, begon blues uiteraard ook een groter podium te krijgen. De blues van de jaren 20 zijn niet hetzelfde als de blues van de jaren 60 of de jaren 50 die we kennen. Maar die hebben wel de grond gelegd voor een heleboel verschillende muziekgenres die dan later nog ontwikkeld werden. Artiesten om zeker eens een keer naar te kijken zijn bijvoorbeeld Big Mama Thornton en Bessie Smith. Dan hebben we ook nog jazz. Jazz is eigenlijk een genre dat doorheen de jaren ook wel echt aanwezig blijft, maar toen toch wel zeer populair was. De verschillende jazz... nu ben ik hem even kwijt. Ik heb hier mijn artiesten niet goed opgeschreven. Dus... jazz. Jazz was zeer populair in de jaren 20. En wie zien we daar dan verschijnen? Louis Armstrong en Duke Ellington. Dat zijn er toch twee voor ook even op te zoeken. Toch echt wel belangrijk. En danceband, rare dansjes, vreemde bewegingen. Dat kunnen we ons eigenlijk niet meer voorstellen. Maar het was een interessant tijdperk. Het was ook een iets rijker tijdperk tot 1929 natuurlijk. En dan kwamen de jaren 30. In de jaren 30 was er eigenlijk iets heel speciaals gebeurd, musicals. Musicals begonnen super populair te worden. Dus er kwamen verschillende songs ineens naar boven die uit musicals komen. Denk aan Clang, Clang, Clang with the Trolley en Somewhere Over the Rainbow, dat iedereen kent in de versie van een man met een ukulele. Maar dat komt dus helemaal ver uit de jaren 30. Dan hebben we ook nog swing en big band. En dat vind ik persoonlijk echt geweldig. Dat geeft zo'n leuke sfeer weer. En dan kwamen we bij de jaren 30. Wat gebeurde er allemaal qua muziek in de 30s? Dat was big band, swing, jazz en zeer interessant, musical classics. De musical en Broadway begon echt te boomen op dat moment. En dat heeft zich ook in de muziekcharts geuit. Dus klassiekers zoals Somewhere Over the Rainbow, die we allemaal kennen van een iets wat corpulentere man met een ukulele, heeft eigenlijk zijn basis in de jaren 30. De oorlog kwam ook dichter en dichterbij. En war music, dus muziek die echt gelinkt was aan de Tweede Wereldoorlog, begon ook naar boven te komen. Eigenlijk waarschijnlijk als propaganda om mensen iets wat meer mee te krijgen met de hele foute boel die er dan toen gebeurd is. Dat heeft zich uiteraard ook verder gezet in de jaren 40. In de jaren 40 zijn er ook een aantal interessante dingen gebeurd qua muziek. Frank Sinatra heeft bijvoorbeeld ook zo zijn intrede gedaan onder het jazzgenre. En countrymuziek werd ineens zeer populair.
Hank Williams, die dat dus later nog allemaal grote, grote artiesten geïnspireerd heeft, is in de jaren 40, eind de jaren 40 dus dadelijk, naar voren gekomen. Dat heeft een basis gelegd voor de jaren 50. In de jaren 50 is alles echt ontploft. Dan is alles ineens veranderd. De oorlog was gedaan. De mensen begonnen zich te focussen op groei en op gelukkig zijn. Rock en roll muziek, popmuziek, country muziek en rhythm and blues, dat we nu vandaag de dag ook nog onder een bepaalde vorm kennen, die kwamen allemaal naar voren. De interessantste namen, Elvis Presley, Little Richard, Roy Orbison, noem het maar op, die kregen toen eigenlijk allemaal een plaats op het podium, vergezeld door figuren zoals Johnny Cash en Patsy Cline. Onder de popmuziek vinden we artiesten terug zoals Peggy Lee, Nat King Cole en de Andrew Sisters. Maar dat was iets rustiger dan popmuziek, wat wij vandaag kennen. Eigenlijk zou je denken dat popmuziek dan meer Elvis is, als we kijken op de termen van vandaag. Maar toen was popmuziek toch wel iets rustiger. Rhythm and blues, met artiesten zoals Sam Cooke, Ray Charles en James Brown, legde eigenlijk de basis voor de soulmuziek, de hiphopmuziek later en de R&B die we vandaag de dag kennen. De swinging 60s. Alles begon heel conservatief en is heel free-spirited geëindigd. En dat was ook zichtbaar in de muziek. Om te beginnen hadden we de Beatles, die dat gewoon de wereld overspoeld hadden en de rest van Groot-Brittannië daarmee meegenomen heeft. Beatlemania was a fact. En Dusty Springfield bijvoorbeeld, of Tom Jones, wat ook Britse artiesten zijn, zijn globaal gegaan, doordat eigenlijk de Beatles een beetje de grenzen van de muziek hebben opengetrokken. Motown en R&B zijn ook meer weer naar voren gekomen. Motown was meer een merknaam, want dat was een label waar verschillende artiesten onder zaten. Marvin Gaye, Stevie Wonder en The Supremes zijn daar voorbeelden van. En dan, zo rond de helft van de jaren 60, is de hippie movement gekomen met een heel andere sound. Dus psychedelic rock, folk rock en surf rock begon ineens overal naar voren te springen. En dat was veel ruigere muziek en dat was heel speciale muziek met veel invloeden van over de hele wereld. En dan moet je maar eens een keer gaan zoeken naar Woodstock in 1969, wat het absolute toppunt was van die movement. En dan kan je heel goed het verschil zien tussen het begin van de jaren 60 en het einde van de jaren 60. En met de rest van de geschiedenis gaan we de volgende keer voor verder gaan, want anders weet je het morgen allemaal niet meer wat ik allemaal verteld heb. Dus dan komen we bij de tip van de dag. Tip van de dag is, ga zoeken naar jouw idool en ga eens een keer opzoeken waar die zijn inspiratie gevonden heeft. En de kans is groot dat daar een artiest tussen zit van een van de laatste decades die ik aan jou net heb uitgelegd. En zo krijg je een zicht op hoe jij je bijvoorbeeld ook kan inspireren op andere artiesten. En dan ga ik je ook nog suggereren om te abonneren en op het klokje te drukken, zodat je notificaties krijgt op YouTube en op de hoogte blijft van alle nieuwe veranderingen op de channel. En dan zie ik jullie graag volgende keer terug. Bye!